Goed, nou laten we dan maar gewoon gaan beginnen. Welkom in week 2. Welkom bij een nieuwe les in mechanica. Ik ben zelf een beetje rillerig van de malaria te pletten. Ik mag het nog een beetje slikken en dan ben ik er vanaf. Maar ik ben echt helemaal van de wereld. Dus als je denkt, god, ziet die man nou kleuren? Ik zie kleuren. En hallucinatie, lift allemaal. Dus heb een beetje medelijden met me. Dus als ik foutjes maak, spreek me er vooral op aan. Volgende week ben ik weer helemaal de oude en ga ik weer aan de deur hangen, weet ik het allemaal. Maar tot die tijd moeten jullie het hiermee doen. Waar gaan we het deze week over hebben? Voor de vakantie hebben we het gehad over normaal spanning tegen macro. De instapspanning om er een beetje in te komen. Vandaag gaan we het hebben over buiging. Buigspanning of normaal spanning als gevolg van buigen wat ik op het moment. Uiteraard doen we dat niet voordat we eerst heel kort hebben opgefrist wat we voor de vakantie hebben gedaan. En daarna gaan we in deel 2 kijken naar de buikspanning. Ik heb deze les gisteren voorbereid. Ik gok dat het een relatief kort, compact lesje wordt. Hey, mooi. Precies. Helemaal naar jullie wensen. Voor de vakantie was het veel te lang. Dat merkte ik ook aan de geluid. Maar dat ligt in jullie handen, want als jullie vreselijk staan te tappen en zo, dan wordt het nog lang les. Dus houd een beetje in en dan zijn we snel klaar. Kunnen we lekker lang lunchen voordat jullie naar meneer Heupers gaan. Ah. Voor de vakantie hebben we gezien dat normaal spanning veroorzaakt kan worden door normaal kracht. En spanning geven we aan met het symbool sigma. En geven we in de eenheid een newton per vierkante millimeter of megapascal. Eigenschap van deze spanning als gevolg van de maalkracht was dat die over de hele oppervlak gelijk was. Die verdeelde zich gelijkmatig. En was afhankelijk van de grootte van die normaalkracht en de grootte van het oppervlak. Wil je een kleinere spanning, vergroot je oppervlak. Wil je een grotere spanning, verklein je. Zijn hier nog vragen over of vonden we het lastig? Ik hoop dat er nu dan een kopje doorheen. Dat is super makkelijk. Toch? Dat mag straks. Heel goed thuis, dat je vragen hebt over werkelijk. Daar word ik helemaal vreugd van. Nou, dan gaan we eens kijken. Ik heb zo'n oud vertrouwd stukje meegenomen. Wordt belast met 4 krachten: 20, 5, 20 en 35 kilonewton. En de vraag is om voor deze situatie de momentenlijn, de normaalkrachtlijn, even te schetsen. Hoe ziet die eruit? En de maatgevende normaalspanning te berekenen. Nou, wat is dan maatgevend? Dat is altijd nog lastig. Dat zijn. De. De grootste. En ik merk dat er vertraging zit in mijn pennetje vandaag. Dus dat wordt verschrikkelijk lastig schrijven. Ik ben echt een leuke dag naar. Let op, er zijn 2 verschillende doorsnedes. Het smalle deel heeft een doorsnede van 4000 vierkante millimeter. En het dikkere deel is 6000 millimeter. En jullie vragen, waar zitten nou de grote spanningen? En hoeveel tijd zullen we daarvoor nemen? We zijn wat tijd verloren met de opstart. Dus laten we zeggen, een minuut of 5. En dan is het een onmogelijk tijdstip. 10:03:40. Succes! Oké. Tijd zit erop. Wie heeft er antwoorden? Doe maar eens. 0,58 megapascal. Oké, wie heeft er iets anders? 5,8. Wat is 5,83 megapascal. 5,83, oké. Ik moet nog iets anders gevonden. Nou Hans, ik zie ook heel veel vragen. Laten we maar gewoon eens gaan kijken. Allereerst die normaalkrachtlijn. Volgens mij is die bij de meeste van jullie gelukt. Ik zal hem eronder tekenen. De normaalkrachtlijn in kilonewtons, uiteraard.
Hij gaat eerst 20 naar beneden. Dan heb je 20 kilonewton trekkracht nodig om het in evenwicht te brengen. Dan gaan we hier de 5 omhoog. En 15. Dan gebeurt er een tijdje niks. Hier gaat hij weer 20 naar beneden, want we hebben weer 20 extra kracht nodig om het in evenwicht te brengen. Ja, ik was te laat. 35. En waar rempel? Hij komt uit op 0. En dit leert ons dat we naar 2 gebieden moeten gaan kijken om de maatstevende spanning te kunnen vinden. Namelijk dit stukje in combinatie met dat oppervlak en dit stuk in combinatie met dat oppervlak. En we hebben 2 grote normaalkrachten en we hebben 2 verschillende oppervlaktes. Dus die maatgevende spanning kan in allebei die delen zitten. Zeg je? Ik geloof dat ik dat druk is min, dus links. Ja. Links is druk. En als het min is, moet ik dat boven die normaal klein zijn. Nee, nou ja, want als het een drukkracht is, dus als je normaal kracht druk wordt, dan komt die boven de. Maar daar komt hij nu niet. Hij komt niet in het midden. Hij wordt helemaal op last trek. We gaan dus 2 spanningen berekenen om te kijken welke van die 2 het grootste is. De eerste is die 20.000. Gedeeld door 4.000. Nou, 20.000 gedeeld 4.000 is 5. Jeetje, dat zit ik er lekker in vandaag. Die is 5. En de tweede is dan natuurlijk die. Sterker nog, 35.000 gedeeld door 6.000. En die is 5,8. Nou, waar zit dan de grote spanning? Die zit hier. Uiteraard. En die zit dus daar. Nou goed, tot zover datgene wat we voor onze mei-sessie hebben gedaan. Tijd om naar nieuwe dingen te kijken. En dat begint weer met de normale spanning ten gevolge van de maatkracht. Ik heb het voor de vakantie ook gedaan. Hè. Als ik hem hier aan ga trekken of hier op ga drukken, dan moet ik dat enigszins beheerst doen zonder dat hij dat doet. Zo. Dat lukt even niet vandaag. Dan zie je dat die spanning zich evenredig gaat verdelen over heel het oppervlak. Dat maakt dat normaal spanning als gevolg van de maatkracht een instapspanning is, want die is relatief overzichtelijk. En relatief eenvoudig. Je kan dan ook alleen maar te maken hebben met of trek, extensie, uitrekking, verlenging, hoe je het noemen wil. Of met druk. En dan wordt het compressie, druk, indrukking, verkorting, nou, hoe je het noemen wil. Eén van die 2 is er. Ze zijn er nooit tegelijkertijd. Of schuinspanning. Nee, fout. Dat mag niet. Dat komt pas over 2. Als we gaan kijken naar buiging, dan wordt dat verhaal heel anders. Als ik hier dit balkje weer pak en ik ga hem op buiging belasten, dan zie je dingen gebeuren. Ik doe hem even zo, dan kan ik dingen aanwijzen. Dan zie je dat in die bovenrand, je bent heel erg naar het kijken, wat super mooi. Dan zie je dat die bovenrand die wordt belast op druk. Je ziet daar dat ding een beetje in elkaar gedrukt wordt, maar die onderrand, die wordt uit elkaar getrokken. Dus daar hebben we sprake van trek. En dat betekent dus, hier is een klein stukje eruit getekend, dat we zowel trek als drukspanning hebben tegelijkertijd. En dat maakt dat normaal spanning als gevolg van buigend moment net iets anders werkt en net iets anders benaderd moet worden dan dat we gewend waren van die normaal spanning als gevolg van de mak. Het blijft normaal spanning, want hij blijft in lengte richting werken van de constructie, maar hij werkt net iets anders. Er is 1 plek in die constructie waar helemaal niks mee gebeurt. Ik doe het nog een keer. Hè? Ik heb hier heel de vakantie op geoefend. Ik ben heel raar aangekeken door de olifant. Maar er is 1 plek in deze constructie waar geen druk of geen trek is. Dat is hier precies in het midden. Middels de lijntje.
Dat is ook dit lijntje in de tekening. Dat is één plek in de constructie die niet belast wordt op trek, ook niet belast wordt op druk en dus geen belasting kent. Die plek noemen wij, staat mijn pennetje nog aan, daar heb ik een pennetje, die heeft mijn pennetje. Die zit hier. De neutrale lijn, neutral axis en A. Misschien ben je die bij scheepsconstructie al een keer in de tekening tegengekomen. Maar dat is de neutrale lijn. En die neutrale lijn wordt zegt het al. Die heeft dus geen spanning. Op die locatie in de constructie heerst geen spanning. Als we dan kijken naar het spanningsverloop als gevolg van buigend moment. Dan ziet dat er als volgt uit. We hebben hier nog steeds de hoogte van de constructie. En dit is een spanningsverloop voor een constructie als dit. Aan een rechthoekige doorsnede. Die belast wordt op een positief moment. Dan zie je dat gaat hij lachen. Dit is een negatief moment. Oh, dit is een positief moment. Laten we het positief benaderen vandaag. En dan zie je dus dat in de bovenrand hebben we te maken met een drukspanning. In de onderrand hebben we te maken met een trekspanning. En hier in het midden is er geen spat. En dat heeft tot gevolg dat dus de bovenkant korter wordt en de onderkant langer. Op micro-niveau. Nou ja, op micro-niveau. Dus straks zien we dat dan daadwerkelijk om afstand gaat. Die spanning kunnen we hier uithalen. Want die spanning is... En dit de helft van de hoogte is in dit geval de afstand C. C noemen we de uiterste vezelafstand. Is de afstand vanuit dat midden, vanuit het zwaartepunt, tot het allerlaatste stukje van de constructie. Die noemen we C. Ik zal hem even bijzetten. De uiterste vezelafstand. Zo. En dus dat is de afstand vanuit het zwaartepunt, vanuit het midden van de constructie, naar helemaal het uiterste randje naar boven. Of helemaal het uiterste randje naar beneden. Die noemen we C. Zo. Willen we dan de spanning weten, dan kunnen we die uit dit spanningsverloop halen. Door de hoogte te delen door de maximale afstand. En te vermenigvuldigen met... de maximaal optredende span. En dat is gewoon het lijntje wat hier vertrokken staat, uitgezet in een formule. En is dit verhoord in bij de formule? Oh ja, zeker hoort hem in bij de formule. Want als ik namelijk hier voor I C invul, dus deze afstand invul, dan komt daar 1 uit. Maar het moet wel op een drukspanning uitkomen. Dus moet het in een minnetje staan. Kijk, je komt daar min sigma max uit. Omdat hier... min sigma max, dat is een drukspan. Bij plus 2 gaat hij min. En bij plus, dan komt hier uit min c, want ik ga de negatieve kant op van i. Gedeelte c is min 1, maar min is plus. Dus dan vallen die minnetjes tegen elkaar weg. Want we houden de nulpunt van de i-as zit in het zwaartepunt. Dus je zit hier, het is omhoog positief. Naar beneden tellen we de afstand negatief. Als we nu gaan... Oh, sorry. Excuus. Een vraag. Bij die Max, sorry? En dan bij die Nee, als we het helemaal 100% correct zouden willen doen, dan zou daar een minnetje voor worden. Hier is die negatief, daar is die positief. De grootte van die spanningen zijn identiek. Ze zijn net zo groot, hè? Zelfs in allemaal 100, alleen de ene is 90 en de andere is positief. Als we nu gaan kijken naar de hoeveelheid normaalkracht die we vinden in deze situatie, waar komen we dan op uit? Wat is de totale normaalkracht die in deze situatie wordt uitgeoefend? Ja. En waarom? Dat is oppervlakte links en rechts. Start. De totale normaalkracht is nul. Is ook logisch, want dit is een spanningsverloop als gevolg van pure buiging. Buigend moment. Niet als gevolg van normaalkracht.
En je ziet, deze oppervlakte zijn net zo groot. Dus is aan te nemen dat die elkaar opheffen. Dus de normaalkracht is gelijk aan nul. Nou, dat kunnen we invullen. Daar heb ik al een speakbriefje voor nodig. Dat hebben jullie online nooit zo door. Maar dat heb ik in het echt nodig. Als we dat invullen. Dan gaan we interessante dingen zien. Want dan gaan we iets ontdekken. Wat gaan we dan ontdekken? Is er iemand daar een idee van? Ja, dat heb ik hier ook al gezegd. We vullen de spanningsformule in die we net gevonden hebben. Dat is die min I gedeelde C maal sigma max. En ik doe nog steeds mijn best om de sigma's niet op secties te laten lijken. In de laatste les van dit jaar zal dat waarschijnlijk gelukt zijn. Die kunnen we er nog uithalen. Toch? Ja, dat kan. Dan houden we over. I is de variabele. En als we dit zien, en dit is 0, en dus de min sigma max verdeeld, dan moet het gelden. Gelijk is aan 0. Met andere woorden, als dat gelijk is aan 0. Kunnen we op die manier vinden het zwaartepunt van de constructie van de neutrale lijn. Dat is mooi, hè? Heel mooi. Volgende week gaan we hierop verder. En gaan we kijken, kunnen we zwaartepunten ook alweer vinden. Hebben jullie bij wiskunde 3 al een beetje gedaan? Gaan we op door. Vraaghuismoment gaan we straks ook over hebben. Gaan we volgende week wat dieper op in. Maar het mooie wat je hieruit kan halen is dat je dus vindt, hè, als je ervoor zorgt, als je wil weten waar die neutrale as zit, moet je het zwaartepunt berekenen. Als je het zwaartepunt hebt, weet je waar die neutrale as zich bevindt. Maar de normaalkracht, de totale normaalkracht, is dus gelijk aan 0. Dat is eigenlijk de allerbelangrijkste conclusie. Want we hebben hier te maken met buiging en niet met normaalkracht. Hoe zit dat dan met het totale moment wat op die constructie wordt uitgeoefend op die plek, op die locatie? Dat gaat uiteindelijk de sleutel worden voor ons om te komen tot iets wat lijkt op een spanningsformule. Dit plaatje hebben we voor de vakantie ook gezien, zonder het armpje erbij. Heeft iemand een ingeving hoe we het totale moment zouden kunnen berekenen? De totale kracht die stond hier nog. Dat was de integraal van de spanning over het oppervlak. Kracht maal arm. De kracht was de integraal van de spanning dA. We moeten alleen nog de arm aan toevoegen. Nee? Ja. Kijk, dat heb ik al pas opgezet. En dus de integraal van de spanning. Heb ik nog een kleurtje? Dat is de kracht. En de integraal van die I geeft de arm. Ruben. Het is het moment ten opzichte van die neutrale as. En dat is dus dat inwendig buigend moment wat we vorige een half jaar geleden bij statica steeds vonden. Dat is dit. Hetzelfde moment. Mooi is dat. Ja. Dus ik vind dat heel mooi. Wordt heel veel. Nee? Ja. Ik vind dat wel mooi. We gaan hem eens invullen. Want dan, oh ja, tuurlijk. Want we hebben al een aantal dingen gevonden. We hebben de spanning al gevonden. De spanning was min I gedeelte C maal de maximale spanning. We hebben het totale moment gevonden. Dus dat kunnen we gaan invullen.
En dat gaan we doen voor deze doorsnede. Dat is gewoon mijn attribuut getekend op het bord. Hey, dus het is gewoon een rechthoekige doorsnede. De oorsprong ligt op binnen van de hoogte, want daar zit ook het zwaartepunt. Dus we gaan van min een half a plus een half a. En als we dat gaan invullen. Komen we uit op min sigma max gedeeld door c, naal de integraal van y kwadraat. Y kwadraat, waar komt die y kwadraat vandaan? Eén eitje stond er al. Dat was die eitje van de arm. En dat tweede eitje was de erfenis dat die spanningsformule heeft achtergelaten. Dus dat is dit eitje. Moet ik wel compleet op het bord zetten. Dit noemen ze ook wel een tweede orde oppervlakte moment. Want het is een kwadraatje geworden. De vorige was eerste orde, nu tweede orde, komt ook nog een derde orde. Mag je weer. Dit kunnen we natuurlijk nog uitsplitsen van 0 naar b voor de breedte. En van min een half h naar een half h voor de hoogte van y kwadraat d y d x. Heb ik dat nu dit keer wel goed gedaan? Ik heb het dit keer wel goed gedaan. Ja. Ja, je moet er nog wat. Ja. Dat was niet zo. Alweer dat middelste stukje eruit halen. Dus we gaan kijken naar het integraal van de hoogte. Wat vinden we dan? Wat komt daaruit? Wiskunde 3, zit het nog in het geheugen? Wiskunde 2. Ah, ik zie het heel veel vieze gezichten. Wat? 1/3 uit. Ja, zo, dat moest ik ook even graven, zeg. Nee, dat klopt. 0 en b, 0 en b is de x-as. Ja. De b en de dx vervangen, toch? Nee, dat is niet. Nee. Het gaat binnen, deze hoort bij elkaar en die hoort bij elkaar. Oh. Nee, de vorige keer had ik het fout, toen heb ik me goed gecorrigeerd. Het is goed dat je er scherp op bent. Als we het binnenste stukje eruit halen, dan krijg je daar inderdaad 1/3 i tot de derde. Van min een half h naar plus een half h. En als je dat invult, komt daaruit een 1/12 h tot de derde. Yes. Ja, ik zou het nu niet meteen zeggen, want stop je nu meteen schrijven. Als we dit invullen en gaan kijken naar het buitenste deel, dan houden we hier nog over 0 naar b. Wat was het ook weer? 12 a. D x. En 12 a tot de derde x van 0 b. Wat komt hier uit? We hebben een 12 h tot de derde x van 0 tot b. 12 keer p h van x. Yes.
De 12e BH tot de derde. Ik hoor al een beetje geroezemoes in de achtergrond. Want deze kennen we, denk ik. Want ik geloof, ik ben overtuigd dat die bij Wiskunde 3 ook even bij is gekomen. Hey, bij Hydro. Zeker ook bij Hydro. Wat was dit? De 12e BH tot de derde. Oh, wat maakt jullie me trots? Dit is het traagheidsmoment. En wat zien we dus? Dat is dat traagheidsmoment een hele bepalende invloed heeft op het verspreiding, op het verloop van die normaalspanning als gevolg van buigend moment. Ja, deze. Niet helemaal. We zijn er bijna, we zijn er bijna. Maar jij hebt zelfs op twee manieren. Dit is de ene. Ik heb een beetje ruimte. Ik heb een grote steen. Hier kunnen we namelijk uithalen dat het moment dus gelijk is aan, hij werd al genoemd, we hebben de factor geskipt. Min sigma max gedeeld door C. Maal i. Want hè, dit hele stuk is i. Traagheidsmoment. En daar kunnen we dan weer uithalen dat dus de sigma gelijk is aan minus het moment maal c gedeeld door i. En dit, precies waar ik er iemand bang voor was, is waar we naartoe werken. Dit is de spanningsformule voor normaalspanning als gevolg van buigend moment. Spanning is gelijk aan min m al c gedeeld door i. De rest kunnen we al vergeten. En i is het traagheidsmoment. Dat is ix. Ja, ix. Ik zal even dat zou ik bijzetten. Ixx wordt ook wel de ii genoemd om het verwarmd te houden. M maal c gedeeld door i. Mag je nooit meer vergeten. Hij staat ook hier. Willen we nou op elke hoogte weten, op elke locatie weten wat daar de spanning is, vullen we natuurlijk niet altijd C in, niet altijd de uiterste afstand in, maar kunnen we elke I invullen die we vinden. En dus maakt dat de normale spanning als gevolg van buigend moment gelijk is aan het moment. Bepaalde locatie, dus bepaalde hoogte waar je zit in de doorsnede, gedeeld door het traagheidsmoment. En ook deze spanning is en blijft spanning en blijft dus gewoon gegeven in newton per vierkante millimeter. En dus megapascal. Ruben. Ja, dat is, die C is die uiterste afstand. Dus als je de grootste wil weten, dan zit je altijd met C. Dus de uiterste vezelafstand. Dan heb je de maximaal te pakken. Hier is het een eitje en dan kan het eigenlijk elke plek zijn in de doorsnede waar je wil weten. Er staat wel zeker nog steeds een minnetje, want dat minnetje hoort daar. En dat heeft ermee te maken dat als je moment positief is, wat was ook weer het vervormingsteken bij onze momentenlijn bij een positief moment? Linksom. Ja. En dan was het een, gebruikten we dat tekentje voor. Heeft ook een reden, onthoud dat goed. Bij een positief moment hebben we een lachend gezichtje. Lachend gezichtje. En dat, daarin zien we aan de onderkant trek. En in de bovenkant druk van. En dus als we daar een spanningsverloop van tekenen, ziet dat zo. Een negatief moment. Negatief moment dat subgezichtje. Oh. En bij een subgezichtje zien we in de bovenrand trek en in de onderrand druk. En ziet het spanningsverloop er ook. Zo. Als je op je formuleblad kijkt, staat dat minnetje er niet. Waarom? Omdat eigenlijk dat minnetje niet zo interessant is. Het gaat er puur om dat als je weet dat je moment positief is, dat de bovenkant een drukspanning heeft en de onderkant een trekspanning.
als je dat weet, dan heeft het spinnetje helemaal niet van, van toepassing. Maar negatieve spanning is dat andersom. Wat is het idee? Hoe zitten we met de tijd? Waanzinnig. We zitten waanzinnig op tijd. We're making good time today. Uiteraard. Ik denk we zijn klaar, maar. Nee. Maar we zijn wel goed. Als ik nu had gekeken en het is 11:45, dan had ik. Twee breken sowieso uit. Maar dan had ik echt spannend. Ben je er dan, Matthew? Of hebben we. Daar ga ik geen uitspraak over doen. Want als het dan nog iets langer duurt, dan zijn jullie al uitgecheckt. Dat ga je nu toch wel doen. Als je wel slim bent, dan moet je een kwartier meer dan dat. Ja, maar ik heb zelf ook geen idee. Kan die, ja? Ja, laten we dan eens een voorbeeldje doen. Ja, ja. Een beetje, beeld krijgen. Deze kennen we. Zoals beloofd, deze gaat veel wel terugkomen. Maar dit keer hopen jullie er zelf niks aan te doen. Want hebben we gewoon van de vruchten geplukt die we voor de vakantie geoogst hebben. Het is de angstgainer van Statica. We hebben het, de momentenlijn hebben we al. En er wordt hier gevraagd om de maximale trainde buikspanning te berekenen. En dat betekent dus dat we allereerst in onze momentenlijn moeten gaan kijken waar vinden we het grootste moment. Nou, waar vinden we het grootste moment? Hoe groot is die? Min 72.000. En voor deze piek gaan we onze spanning berekenen. Want op die locatie in de constructie zal de grootste spanning gaan optreden. In de punt C, ja, exact. Die spanning die was gelijk aan MI. Gedeeld door I. Ik zal het minnetje er gewoon bij houden. Dan hebben we dus het moment al opgelost. Het moment weten we, het moment is min 72 kilonewton meter. Dan die I. Welke I gaan we invullen? En hier is de doorsnede gegeven, 20 mm breed, 100 mm hoog. Welke I gaan we invullen om de grootst mogelijke optredende buikspanning vinden? 50 mm. Ik krijg 100 en ik krijg 50. Wie gaat er mee met 100? Eén vinger, twee vingers, 2,5 vinger. Wie gaat er mee met 50? Dat is meer vingers. Waarom is 50 wel goed en 100 niet? Het is de vezelafstand vanuit het zwaartepunt. Rechthoek zit het zwaartepunt in het midden. En dus pakken we die 50 als de uiterste vezelafstand. Ik ga gewoon even meeschrijven. We hebben 72 van 10 tot de 6. En van kilonewtons naar newtons. En van meters naar millimeters. Keer 50. I. Omdat je kijkt vanuit het zwaartepunt naar het uiterste randje van de constructie. Ja, het zwaartepunt zit op de helft. Dus de afstand vanuit het zwaartepunt naar het uiterste randje hierboven is 50. Stel van de hoogte. Want in die uiterste randen vind je de grootste spanning. Want daar is die afstand het grootste. Het getalletje het grootste. Nou, het traagheidsmoment is de enige die we nog moeten weten. Nou, die hadden we net ook al gezien. Hebben jullie inmiddels al vaker voorbij zien komen. Dit zijn kilonewtonmeters. En ik wil rekenen in newtons en millimeters. Dus van kilonewton naar newton is 10 tot de derde. Van meter naar millimeter 10 tot de derde. Vandaar 10 tot de zesde. Ik wilde opschrijven ki, maar dat werd een plusje. De 12e pH tot de derde. En rechthoekige doorsneden zijn dan lekker overzichtelijk. Dus dat is 12e maal 20 maal 100 tot op 8. 3.
En die heb ik al voorgerekend. Het is tenslotte een voorbeeldopgave. 1,67 maal 10 tot de 6e. Voor die M-lijn moet je dus echt daadwerkelijk kunnen. Nee, ik ga het toetsgeven momentenlijst. Dus die komt altijd. Als je een momentenlijn nodig hebt, krijg je hem er altijd bij. Je hebt die zeg maar wel nodig voor die min 2. Je hebt hem zeker nodig om dus te vinden welke moment je moet gaan gebruiken. Ja, ging het wel kunnen. Ja. Ja, je moet wel snap naar mij naar kijken. Je moet hem niet te kunnen maken. Dat heb ik bij Statica laten zien of je dat kan of nog niet kan. Maar dat ga ik je bij Mechanica niet passen. Even kijken wat er ook staat. Ja, ja. Je kan geen 19 punten. Maar dat is zo uitgebreid. Dat is de eenheid van het taakreglement. Daar gaan we volgende week nog verder over hebben hoor. Over het taakreglement. Dat mag je voor nu nog even aannemen, maar millimeter tot macht 4 is de eenheid van het taakreglement. Hier komt de spanning uit van 215,6 megapascal. Nou, vinden we dat, wat vinden we daar wat van? 215,6 megapascal. Nee, ja, hangt natuurlijk altijd van het materiaal af. Nou, je moet lekker het materiaal kunnen, dus daar heb ik een vaste mening over. Als dat een materiaal is als dit, dan is dat best wel hoog. Is het een stukje hout, dan is dat best wel hoog. Is het staal, is het nog steeds best wel hoog. De spanning is best wel aanzienlijk. Maar als je ook kijkt naar de krachten die erop staan en hoe klein eigenlijk het blokje is en de doorsnede is, valt te verwachten dat die spanning best wel hoog uitvalt. En wat we daar verder aan zouden kunnen gaan doen, daar komen we nog op. Frans? Nee. Wel een leuke interessante vraag. Want hè, we hadden gezien, die spanning boven en onderin is gelijk aan elkaar, maar tegengesteld. Welke van die twee spanningen heb ik nu berekend? De bovenste of de onderste? Ja, ja, waar kunnen we dat dan zien? Twee dingen. Hij is positief. En het is een negatief moment. Het subgezichtje, dus aan de bovenkant zit een drukspanning. En de tweede waar we het aan kunnen zien? There is a part that will be. De derde? Oh, dan, de derde dan. dat is dit. Ik heb die afstand positief genomen. En de afstand positief is erboven. En als ik de onderrand had berekend, had ik daar een negatief getal moeten kunnen. Dit invulling komt uit op een factor. 21. Heb je ergens fout gemaakt? Of ik? Nou, dat zien we nog weer. Tot zover heel even mijn werk. Het is ook tijd voor jullie om mij eens mee te gaan stoeien. En ik stel jullie meteen lekker op de vroeg, want die rechthoek op doorsnede. Jullie snappen inmiddels wel. Ga ik straks doen. Ik heb hier een e-balk meegenomen. No worries. Ik heb jullie ook een traagheidsmoment al meegegeven. Die is 1,035 maal 10 tot de 8e. Dus die hoef je niet zelf te bepalen. Het zwaartepunt heb ik ook al meegegeven. Die zit op 125 mm vanaf de bovenrand. En de vraag aan jullie is nu: bereken eens die normaalspanningen die optreden in deze situatie. En dus de bovenrand en de onderrand. Teken het verloop is. Hoe ziet dat verloop over de doorsnede er nou uit? En teken dus een spanningsblokje. We hebben voor de vakantie ook gedaan. Heb ik lekker nog geen aandacht aan besteed. Dus het mogen jullie eens uitstellen hoe dat werkt. Ter hoogte van het zwaartepunt, de bovenkant en de onderkant. Wat is dat? Dit is bij zijn. Nee, heb je ook niet nodig. Heb je niet. Je hebt alle informatie beschikbaar. Victor is uitgevallen. Zullen we hier rustig tijd voor nemen? En dan precies in de tijd. 11:33. Ik heb veel goede vragen gehad. Ik heb veel goede antwoorden gezien.
Ja, het is niet wel één, dus dat is, dat is goed. Dus laten we er gewoon eens naar gaan kijken en dan vind je vanzelf waar het voor jou past liep of kan er vanzelf een vraag op. Er wordt gevraagd naar die normaalspanningen. En omdat we nu een situatie hebben waarbij het zwaartepunt niet in het midden van het midden van het midden van het midden zit, betekent dus dat we twee berekeningen moeten maken. Een berekening voor de spanning in de bovenrand, hè, met de i omhoog, en een berekening van de spanning in de onderrand, met de afstand naar beneden. Ja, zo lijkt het een beetje. En dit is een B en dit is een O. Van boven en onder. Ik vertaal alles. Als we die gaan invullen, dan hadden we een moment van 200 kilonewton meter. Dus 200 maal 10 tot de zesde. En hebben we een I, een afstand I, uit de vezelafstand omhoog van 125 mm. En we kijken vanuit het zwaartepunt omhoog of vanuit het zwaartepunt naar beneden. En dat delen we door ons traagheidsmoment. En die was voor deze week ook al gegeven. En dan is het slechts nog enkel een kwestie van invullen. En dan kom je uit op een spanning van min 241,5 megapascal. Nee. Waarom min? Omdat als ik het minnetje in de formule heb laten staan, dan komt hij er vanzelf uit. Maar ook, ik pak hem nu weer even bij. We hebben een positief moment. Positief moment was het lachende gezichtje. En bij het lachende gezichtje hebben we hier een drukspanning en in de onderrand een drukspanning. Geldt ook hier, positief moment, dus in die bovenrand vinden we een drukspanning. Als je de functie hebt, de formule hebt gebruikt zonder dat minnetje, dan moet je het minnetje er zelf bij fabriceren. Dat mag, dat is niet. Goed. Wat is het verschil met het invullen van de functie voor de bovenrand? Met het invullen van de functie voor de onderrand. En? Juist. Alles is hetzelfde. Het moment is hetzelfde. Het traagheidsmoment is hetzelfde. Het enige wat verschilt is die afstand. Want daar willen we nu min 175 in. En dat minnetje is, omdat we vanuit het zwaartepunt kijken, en vanuit het zwaartepunt is de i omhoog positief, dus de i omlaag is negatief. En dan komt hier een spanning uit van 338,2 megapascal. Het zijn flinke spanningen, geef ik toe, maar... Dat maakt eigenlijk niet heel erg fout. Zien we deze? Of is dit abracadabra? Precies. Het is de eerste keer dat je het doet. Het is niet zo gek dat het een beetje stroef is. Mag ik naar de verloopjes en de blokjes gaan? Ja. Als we deze nu gaan tekenen in het spanningsverloop. En dan zou ik de blokjes te wandelen, dat gaat net iets sneller. Dan hebben we de verticale lijn, dat is de hoogte van onze doorsnede. En je moet het eigenlijk zo zien dat je vanaf de zijkant naar die constructie kijkt. En dan is, als je zegt, ik ga hem hier berekenen, dan is dat lijntje is dit streepje. Je ziet soms ook nog wel eens dat de rest van de balk aan vastgetekend is. Maar dat is wat onhandig. En dan hadden we in de bovenrand gevonden een spanning van min 241,5. In de onderrand een spanning van 338,2. Die kunnen we uitzetten.
En zeker op je tentamen dient het aan te bevelen om dat netjes op schaal te doen. Want dan ga je iets magisch vinden. Ik vind dit heel mooi. Als we nu deze twee met elkaar verbinden. PowerPoint vindt dat ook heel mooi. Maar die gaat weer weg. Dus dat is jammer. Dan zit dat snijpunt met die nullijn. Precies. Op de hoogte van dat zwaartepunt. Nee, alleen als die negatieve waarde boven zit. Ja, ik zat echt. We hebben nu boven de negatieve waarde gevonden. Dus dan zit die boven. We hebben een? Nee. Hoe blijft ze? Als de boven dat had bij buiging absoluut onmogelijk geweest. Maar dan het kan voorkomen dat door trek op druk dat dat verschuift. Maar het kan zijn dat heel die spanning links en rechts van die lijn zit. Kan zeker. Ja. Tot slot heel kort spanningsblokjes. Er waren er drie gevraagd. Een spanningsblokje ter hoogte van de bovenplans, de bovenkant. Eentje ter hoogte van het zwaartepunt en eentje ter hoogte van de onderkant. Nou, die kunnen we er nu uithalen. We zien in die bovenkant een negatieve spanning. Dus die is op druk belast. In het zwaartepunt hebben we geen spanning. Dus die blijft gewoon zo. En in die onderrand hebben we een positieve spanning. En dan ziet hij er dus zo uit. En zo zie je dus, hebben die vorige week voor de vakantie hadden we ook spanningsblokjes. Maar dat is allemaal hetzelfde, was er geen klap aan. En nu zien we dus dat de spanningsblokjes over de hoogte doorsnee gaan. En naarmate er steeds meer verschillende spanningen bij komen, wordt dat spanningsblokje steeds leuker en steeds interessanter. Althans, vind ik. Wat dat over mij zegt, weet ik zo. Nou, bijvoorbeeld als er normaal kracht is, dus als er een trekker van druk gelast wordt, en dan zag je dat we heel de hoogte. Ja, precies. En bij later, bij dwarskracht, bij schijnspanning, zullen we ook zien dat dat zwaartepunt dus ook heel spannend is. Als je een soort punt hebt, dan krijg je ook alleen spanning of druk als de boven- en ondergrens hetzelfde is. Je krijgt alleen normaal spanning in je zwaartepunt als er ook normaal kracht is. Je krijgt alleen normaal kracht in je zwaartepunt als er ook normaal spanning is. Maar precies andersom. Je krijgt alleen spanning in je zwaartepunt, normaal spanning, als gevolg van normaal kracht. Als gevolg van buiging is dat absoluut onmogelijk. Als de normaal kracht niet door is, dan zwaait het. Herhaal die zin nog eens? Hey, de vraag was, we zien nu dat in dat zwaartepunt die spanning nul is. Wanneer heb je daar spanning in je zwaartepunt? Dat kan dus alleen als er ook normaal kracht is. Dus als er ook die spanning van vorige vakantie zit, die over heel de hoogte van de doorsnede gelijk is, alleen dan kan je spanning in je zwaartepunt hebben. Als gevolg van buiging is dat volstrekt onmogelijk. Want dan is je I in je formule nul. En dan komt er altijd een spanning van nul. Dat is helemaal niet nodig. Dus die gebruik je voor het bepalen van je instrument, voor het bepalen van de ligging van je zwaartepunt. Maar verder is dat helemaal niet van. Heel kort, drie open deuren over de spanningsblokken. En dan zijn we er bijna. In dat spanningsverloop zien we dus, daar waar de normaal spanning negatief is, dat we daar, dames en heren, dus als het de normaal spanning negatief is, dan hebben we daar een drukspanning en wordt de constructie daar korter. Is die positief, wordt die daar langer en in het binnen zit die neutrale lijn. En daar heerst geen spanning en gebeurt er dus ook niks met je constructie. Dat is ook de reden waarom jullie straks als marketing ingenieurs, als jullie naar constructies gaan kijken, helemaal dol zijn op die neutrale lijn. Als je namelijk zo'n grootspand gaat ontwerpen,
Dan moet je natuurlijk voor zorgen dat er genoeg staal en genoeg materiaal in die doorsnede zit om die krachten te kunnen opvangen. En wil je gaan kijken naar je buigende moment in je constructie, dan kan je ter hoogte van die neutrale lijn allemaal materiaal gaan toevoegen. Maar dat heeft helemaal geen zin, want daar zit ook geen spanning. Voor zo'n schip zit het tussen de neutrale lijn ongeveer hier. En dan zie je dus dat de afstand naar de bodem veel korter is dan de afstand naar het dek. En dus dat de spanning in het dek ook veel hoger zullen zijn dan de spanning in de bodem. En dat is waarom jullie als maritiem ingenieurs gaan jullie volgend jaar bij scheepsconstructie 2 ook nog wel veel verder op in. Maar dat is ook wel zo veilig. Dat is op zich ook wel veilig. Ah, het is wel prettig. Dat je in ieder geval je bodem een beetje over hebt. Het laatste wat je wil is dat je, als je op een golf komt, dat je bodem helemaal open rijdt. De allerlaatste. En dan zijn we er doorheen. Een hele korte ook. Dit kunnen jullie heel makkelijk nu doen, vind ik, denk ik. Vraag voor Ruben. Ja? Ja? Ik wou zeggen nee, maar voor dat specifieke stukje is het klopt dat, ja. Ik heb twee doorsneden, het zijn gewoon rechthoekige doorsneden. Eentje heb ik rechtop gezet en eentje heb ik neergelegd. De vraag aan jullie is, als ik nou een maximale spanning heb van 175 megapascal, hoe groot mag dan het moment zijn, wil ik die grens niet ook schrijven? Ergens in de afsluiting. En welke van die twee is die dan het grootst? De welke van die twee zou je verwachten dat het grootst ging hier? Nee. 1,12 of 2,5 tot de duik. Het is 45, nou 5 minuten. En 5. Heel kort, het is 10 voor, dus we gaan er gewoon naar doorheen. Dan redden we het op precies vandaag. Het bleek toch al naar de les aan de kast van. Maar goed dat ik daar geen uitspraak over heb gedaan. We willen weten hoe groot het maximale moment is. En de spanning is gegeven en de doorsnede is gegeven. En als het goed is, heb je dan gezien dat we daarvoor de functie moeten gebruiken die we eerder vandaag gezien hebben. Dat het moment gelijk is aan de spanning maal het traagheidsmoment gedeeld door C. En dat kan je ook ombouwen vanuit de spanningsformule. C is I. C is I, ja. Maar dat in dit geval de doorsnede rechthoekig is en we pakken de uiterste afstand, heb ik daar nu C neergezet. Je mag daar ook I neerzetten. Dat is het. Dat betekent dus dat we in ieder geval van allebei die doorsneden een traagheidsmoment nodig hebben. Want dat is het grootste verschil eigenlijk tussen deze twee situaties. Een 12e BH tot de derde. Dus hier is het een 12e maal 75 maal 300 tot de derde. En dan kom je op 1,69 maal 10 tot de achtste uit. En voor die tweede wisselen de breedte en de hoogte om. En kom je uit op 1,5 maal 10 tot de zevende millimeter. En je ziet dus dat het bijna een verschil van een factor 10 is, of we dat balkje nou rechtop zetten of neerlegt. Wat zou dat doen met het moment? Welke van de twee situaties is dan het moment het grootst? Wat we maximaal kunnen pakken. Ja, exact. want als we hem gaan invullen, ik noem hem even M1, dan is dat die maximale spanning van 175. Maal dat traagheidsmoment. Gedeeld door die afstand. Nou, die afstand is nu natuurlijk de helft van de hoogte, is dus 150. En dan kom je uit op een
maximum moment van 197 kilonewtonmeter of 1,97 × 10⁸ newtonmeter. 1,97 × 10⁸. Voor de tweede situatie is de spanning hetzelfde. Het traagheidsmoment 7. En hier is de helft van de hoogte natuurlijk. De helft van 75. En dat is 49 kilo newton meter. Ik heb er 10 tot de 6 vanaf gehaald. Dus als je op 4,9 × 10⁷ komt, haal ik er 10 tot de 6 vanaf. Dus delen door. En haal je 4,9 × 10 uit, nou dat is 1. En zo zie je dus dat als je een traagheidsmoment hebt van een verschil van ongeveer factor 10 heeft, dat we een verschil in moment hebben van de factor 4. In wat het kan hebben. Als je dit invult, dan komt daar 4,9 × 10⁷ newton per meter. Volgende week gaan we het uitvoeriger hebben over zwaartepunten en traagheidsmomenten. En gaan we dus ook meer kijken naar wat er in de traagheidsmoment allemaal gebeurt. Dat maakt ook dat als je aan de slag gaat met de opgave van deze week, dat er in het boek allemaal traagheidsmomenten van je verwacht worden die je niet kan geven. Die bestaat op cum laude en documentje met gegevens die je mag gebruiken om dat te ondervangen. Want het boek denkt, dat kan je al, maar dat kan je nog niet. Dat kan je volgende week pas. Tot zover. Dank jullie wel. Tot vrijdag.